Misschien is het je nog niet eerder opgevallen, maar er staan tientallen kunstwerken verspreid door de stad. In alle soorten en maten. Maar wie heeft die kunstwerken gemaakt? Dat is vanaf nu terug te vinden op de online kunstkaart. Het is ontzettend mooi dat we in Maassluis nu een digitale kunstkaart hebben, waarop je de openbare kunst die we in Maassluis hebben kan bekijken, aanklikken. Wie heeft het gemaakt, wanneer is het gemaakt en waar kan ik het bezichtigen. Dus dat maakt voor mensen heel toegankelijk om onze stad en de mooie kunst die daar te zien is ook te bezoeken. De kunstkaart is niet alleen voor toeristen, ook Maassluisers kunnen hier nog heel wat van opsteken. Als inwoner van Maassluis zeg ik nou, het is ook wel leuk om te zien wat voor kunst we allemaal in Maassluis hebben en wat er allemaal te zien is en te bewonderen. Dus het is heel leuk denk ik voor zowel inwoners als bezoekers, ja. En nu even de kunstkennis van een wethouder testen. Achter ons, wat is dat? Ja, dit is wel erg. Het is ook maar goed dat de test zich tot dat beperkt. De vrijheid en het spel der kinderen heet het. Maar in alle eerlijkheid, dat heb ik ook wel opgezocht op de kunstkaart. Want zo spontaan gaat me dat niet af. De digitale kunstplattegrond wordt in ieder geval al goed ontvangen. Wij komen hier ook toevallig langs. We zijn op weg met de fietsroute door Nederland. En we vonden dit een leuk stadje, ook om te bekijken. Ik wou dat bij ons in het dorp wat meer van dat soort initiatieven zouden zijn.